De Stichting Nationale Database Suriname, NDS, en de GO-opleidingen Nederland gaan samenwerken om de kwaliteit van het bibliotheekwezen in Suriname te upgraden. Daartoe hebben de twee instituten gisteren een overeenkomst getekend. Binnenkort wordt gestart met een bibliotheekschool waar er twee opleidingen verzorgd zullen worden. Het gaat om de opleiding tot bibliotheekassistent op mbo-niveau en de opleiding tot bibliotheekmanager op hbo-niveau. Het doel is om te zorgen voor meer deskundigheid in de Surinaamse bibliotheken. De voorzitter van Stichting Nationale Database Suriname, Jane Smit, vertelt meer over de opleiding. We hebben 2 weken geleden een informatiedag gehad en de mensen moesten zich registreren en we waren echt helemaal verbaasd dat er tenminste iets minder dan 150 mensen zich hadden geregistreerd. En bij de presentie, na de informatie bijeenkomst, hebben we de presentielijst bekeken. Waren er 130 mensen in die zaal. We hebben moeten moven van een kleinere locatie naar een ruimere locatie. En er waren mensen die stonden. Het was overweldigend. Dus animo, in ieder geval belangstelling. En ik kan niet zeggen dat er geen animo is. De mensen waren daar, er zijn een paar vragen gesteld. Ik heb een presentatie gegeven en men was op de hoogte. Ook mensen uit de districten hebben zich aangemeld voor de opleiding, zegt Smit. De vertegenwoordiger van de GO-opleiding Nederland, Erik Kokke, is bijzonder ingenomen met het project. Vooral in dit digitale tijdperk is het belangrijk dat de kwaliteit van het bibliotheekwezen wordt verhoogd, zegt hij. Ik vind het voor mij persoonlijk wel heel bijzonder omdat wij op deze manier gewoon goed kennis kunnen overdragen. En ook wel omdat hier de situatie toch wel zodanig is dat het echt nodig is. Er zijn behoorlijk wat bibliotheken, maar het aantal geschoolde mensen die in de bibliotheek werken, dat is niet zo heel hoog. En wat ik al in het begin zei, omdat de bibliotheek alleen maar belangrijker wordt naarmate meer overspoeld worden door informatie, is het ook wel belangrijk dat dat met geschoolde medewerkers gaat. Juist om kinderen, maar ook oudere bezoekers van de bibliotheek goed wegwijs te maken in dat woud van informatie dat op ons afkomt. Moet u ingaan op het niveau van Nederland zelf? Ja, het is ook wel wisselend. Ook wij hebben wel te maken met mensen die niet allemaal opgeleid zijn, maar aan de andere kant ook weer wel. Gemiddeld werken wij denk dat 80% van de medewerkers in de bibliotheek wel op mbo plus hbo niveau is opgeleid. En ook wel heel erg richting digitale informatievoorziening. Dat ook de mensen dat toch graag willen. De bibliotheek heeft nog heel veel boeken. Bevorderen van lezen, heel belangrijk, taalvaardigheid. Aan de andere kant ook kennis maken met nieuwe technologieën, dingen als virtual reality en dergelijke. Ja, dat speelt heel erg in bibliotheken ook. De vertegenwoordiger van de GO-opleidingen Nederland, Erik Kokke, gisteren na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Nationale Database Suriname, NDS.